uitverkochte zaal te spelen. Het begrip uitverkocht krijgt een heel nieuwe betekenis in deze tijd. Ik ben ontzettend blij dat het mogelijk is om weer op deze prachtige vleugel te spelen. Dankzij de hulp van velen staat hij er nu zo mooi bij. U bent waarschijnlijk zelf daar ook bij betrokken geweest bij dit project. En nu kan ik dan gaan laten horen hoe mooi die geworden is. Hij is echt heel erg mooi geworden. Het was 2 jaar geleden dat ik bij een uitvoering van die Zauberflöte was, bij de Nationale Opera. Geweldige productie. En ik vond dat niet alleen een van de mooiste dingen die ik ooit gehoord en gezien heb, maar het herinnerde mij er weer aan dat ik 30 jaar geleden eigenlijk wilde gaan piano spelen doordat ik de film Amadeus zag en dat ik die muziek van Mozart van die opera zo geweldig vond dat ik dat was eigenlijk wat ik wilde. Ja, een beetje stom om dan geen zanger te worden, maar pianist te worden. Kom ik dan nu achter, want daardoor kon ik die muziek dus niet zingen. En heb ik nou heel veel moeite moeten doen om allerlei piano arrangementen ervan te maken. Maar dat was dan ook wel weer leuk om te doen. Dus ja, eigenlijk is die muziek van Mozart, hij geeft zich zo goed de emoties weer in zijn muziek, dat je de tekst niet eens nodig hebt om te begrijpen waar het over gaat. Dus vandaar dat het best kan, vind ik, om dit eens een keer te proberen om het op een piano te spelen. Ik heb dus veel arrangementen daar zelf voor gemaakt, maar ik kwam ook in mijn zoektocht op allerlei leuke dingen die ik nog nooit had gezien, zoals bijvoorbeeld die variaties van Beethoven die zo meteen op het programma staan. Een heel onbekend stuk. En ook de variaties van Herzogenberg die later aan de beurt komen. Nou, veel plezier.
Thank you.